Na de invasie in Normandië was het voor de geallieerden van groot strategisch belang om de Antwerpse haven snel en onbeschadigd in handen te krijgen. Doordat de haveninstallaties bij verrassing zo goed als intact door de geallieerden werden veroverd, werd de oorlog in Europa vele maanden bekort en bleven zeker tienduizenden mensenlevens gespaard. Meteen ook was dit voor Antwerpen het einde van jaren oorlogsellende, onrecht en diep menselijk leed. Nog steeds blijft dit stuk recente geschiedenis tot de verbeelding spreken. En niet in het minst omdat zowat de helft van de bevolking het oorlogsdrama soms van zeer nabij heeft meegemaakt. Deze tank aan het einde van de Boomse Steenweg te Antwerpen is een blijvende herinnering en huldemonument voor de soldaten die op 4 september 1944 Antwerpen hebben bevrijd en de haven toegankelijk maakten voor de geallieerden. Het succes van deze operatie is in grote mate te danken aan de snelheid waarmee de geallieerden oprukten richting Antwerpen. Een belangrijke factor hierin was de Ruppelbrug te Boom. Indien deze door de Duitse troepen was vernield, zou dit gans de operatie erg hebben bemoeilijkt en vertraagd. Dat dit niet gebeurde, is vooral te danken aan Van Kerkhoven en Fekemans. Toen op 4 september 1944 de geallieerden waren doorgestoten tot Willebroek, was bij de Duitse bewaking van de brug alles klaar om deze op te blazen van zodra de toestand voor hen onhoudbaar werd. Een gevaar dat de Antwerpenaar Fekemans zich ten volle realiseerde. Het was hier aan het fort van Breendonk dat Fekemans de voorhoede van die 11th Armored Division kon tot stand brengen en Major Dunlop kon overhalen om niet rechtstreeks naar Boom op te rukken via de Grote Ruppelbrug, maar langs de vroegere zogenaamde tolbrug te Klein Willebroek de Ruppel over te steken en de Duitse bewaking van de Grote Brug in de rug aan te vallen. Niettegenstaande ook deze tolbrug klaar was om door de Duitsers te worden opgeblazen, werd de operatie een succes, onder andere ook door een bewoner van Klein Willebroek, Florent van Kerkhoven, die onder de tolbrug kroop en de ontstekingen verwijderde.